En we hebben een gast in de studio, werd 30 jaar geleden geboren als Abdessamad Ben Abdellaoui. Het is inmiddels de derde keer dat hij bij ons langskomt dit jaar. Gewoon omdat hij heel lekker bezig is. Hij is net terug uit het buitenland. Knalt keihard lekker met zijn nieuwe track Black Box. En een hele lekkere remix van Dans Met Mij. Mag ik een applaus voor Epstein? Ja, daar was je weer. Daar ben ik weer. Goedenavond, man. Goedenavond. Hey, we beginnen deze maand eigenlijk met elke gast eigenlijk precies hetzelfde. Wij hebben een kerstboom. En wij vinden het leuk om van iedereen iets persoonlijks te krijgen wat er dan in die kerstboom te hangen, wat wij dan in die kerstboom hangen. Ja. Ik ben ook weer benieuwd bij jou. Wat heb je meegenomen voor ons? Nou, ik heb meegenomen een zak drapfruitduo's. Ik heb er twee. Eentje voor in de boom en eentje die we dan met z'n allen kunnen gaan eten. Waarom alle rode zijn wel van mij, want ik hou van de rode. Dus for your information. Is dat ook iets wat je altijd meeneemt als je op pad gaat? Ja, ik heb altijd drapfruitduo's. Of zet je dat op je rider? Nee, ik heb het niet om. Dat is wel een goeie eigenlijk. Ja, waarom niet? Thanks niet voor het idee. Ja. Ja. Maar dat weet ze niet. En dan ook echt alleen de rode, hè? Ja, alleen de rode. Hey, ik vind het gezellig dat je er bent. Yes, je kwam hier binnen en je zei, joh, ik ben eigenlijk best wel een beetje moe, want je bent net terug uit het buitenland weer. Ja, klopt. Waar heb je allemaal gezeten? Want je hebt de afgelopen maand een trip gehad. Ik zag onder andere Moskou, India, wat... Oh ja, Moskou ben ik ook geweest. Ja, het was een maandje geleden begonnen in Vietnam. Ja. In Ho Chi Minh City, Saigon. Vanuit daar door naar Bali. Vanuit Bali door naar India. Hadden we de Sunburn Festivals. En waar we begonnen in Mumbai. Van Mumbai naar Hyderabad en van Hyderabad naar Bangalore. Vanuit daar ben ik naar Amsterdam gevlogen en gelijk door naar Aruba. Vanuit Aruba Miami, Miami Vegas. Vegas terug naar Aruba. Toen naar huis, kom ik vrijdag thuis aan. En moest ik dag erop weer door naar Italië. En toen kwam ik zondag thuis. En toen plof op bed. Ik kan me toch voorstellen dat er nu een hoop mensen zitten te luisteren. En denken, wat een leven heeft die toch? Oh ja, en tussendoor Moskou. Nog één. Wat is dan het meest? Want dat is natuurlijk ook wel. Wij komen natuurlijk niet in dat soort landen allemaal. En jij vermaakt mensen daar natuurlijk die losgaan. Wat is het meest bijzondere land wat je de afgelopen tijd hebt gezien? Oeh, dat vind ik moeilijk. Het meest bijzondere land. Nou, maar misschien het publiek dat je zegt van, nou, daar, dat is echt bizar wat ze daar doen. Ik heb een keer in Panama gestaan. Dat is wel echt alweer half jaar, drie kwart jaar geleden. Ja. En daar gingen ze wel echt bizar los. Echt gewoon... Ik weet niet. Als je daar dan staat, je ziet heel vaak publiek echt fucking losgaan. Huh? Maar daarbij in Panama had ik wel echt zoiets van, wow, what the fuck, toeristen gaan. Weet je wel. Dat zelfs een DJ gewoon impressed is van, wow, oké, dit heb ik nog niet gezien op deze manier. Ja, dat was echt heel vet, ja. Gebeurt het nog vaak dat je echt helemaal verbaasd bent van hoe iedereen reageert? Ja, eigenlijk wel. India ook. India ging ook echt absurd los, vooral in Mumbai. India is echt een land waar het niet per se heel erg goed gaat overal of zo. Dus die mensen, weet je wel, die zoeken een soort van escapism of zo, weet je wel. Dus die willen dan gaan feesten. En als ze gaan feesten, dan gaan ze ook echt, weet je wel, helemaal uit hun dak. En dat vind ik mooi. Dus. Lijkt me bijzonder om te zien, inderdaad. Ja, ja. Je nieuwe track Black Box is uit. Gaan we zo meteen waarschijnlijk ook al horen in de set die je gaat draaien. Ook wat ik ook heel lekker vond, een tijdje geleden, de remix met Gers Pardoel en Willem, die jij hebt gemaakt, Dans Met Mij. Klopt, die heb ik gemaakt samen met Just One. Die zit hier ook, zit daar. Hallo, maar zwaai je nu even naar. Gers is eigenlijk gewoon een maat van mij, die ook vaak in mijn studio zit. En aangezien ik best wel vaak tour, weet je wel, heb ik zoiets van, ik kan lekker gewoon chillen, want hij is nog bezig met zijn eigen studio bouwen. En de afgelopen maanden hebben we eigenlijk best wel veel met elkaar opgetrokken. En toen zei hij van, hey, ik heb een nieuwe single, waarom gaan jullie niet met z'n tweeën een remix maken? Ja. Toen hadden wij zoiets van, hey, let's try this shit. En dat hebben we gedaan. En dus, het resultaat is best wel tof geworden. Is goed gelukt, kan ik zeggen. Hij is erg lekker. Maar waar ik me dan wel afvraag, je hoort dan die track van bijvoorbeeld Gers Pardoel en Willem. Dan is bij mij, is het dan direct als je hem de eerste keer hoort dat je denkt, oh ja, hier moet ik iets aanpassen hier. Of ga je hem echt eerst 100 keer beluisteren en dan... We hadden hem eerst gewoon lekker heel vaak beluisterd. Ja. En met z'n tweeën een beetje gebrainstormd van wat gaan we precies doen. Zeg maar, in die plaat zelf zit er een beetje een soort van gitaarfunk in. En aangezien die in de hedendaagse EDM nog niet zo heel veel funk in die genre hoort, hadden ze zoiets van, weet je wat, het is wel tof als we dat erin laten. En dat maakt die plaat wel een beetje uniek, vind ik. Dus, gaan we ook zo meteen horen, toch? Ja, ik ga ermee beginnen zelfs. Kijk. Hey, dan alvast eventjes in december even terugblikken op het jaar, ook met Epster. Het meest bijzondere wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Het meest bijzondere? Oh, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Het meest bijzondere? Iets waar je nu gewoon aan denkt, dat je denkt, zo, dat moet ik toch nog even delen met die jongens. Nou, mijn broer, die heeft een kleine gekregen.
Nou, dan wou ik even mededelen met jullie. Gefeliciteerd bij deze. Dankjewel. Ja, dat is mooi. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik dacht, er komt een festival aan. Maar gefeliciteerd, man. Ja, je is helemaal gezond. Iets anders gewoon. Alles goed gegaan? Ja, alles is goed gegaan. Nou, hartstikke mooi. Nou, het hoogtepunt van Emster. Laten we dan alvast even naar het nieuwe jaar gaan kijken. Want er komt ook weer een hoop leuk nieuw werk voor jou aan. Wat kun je alvast een beetje prijzen? Geef ze altijd moeilijk bij DJ's, hè? Maar... Ja, weet je, ik ben de laatste periode gewoon heel veel lekker bezig in de studio. Hoewel het wel moeilijk als je dan zeg maar veel op pad bent. Mm-hmm. Weet je wel, dan probeer je wel gewoon on the road in het vliegtuig of whatever zoveel mogelijk te doen. En het lukt niet altijd, weet je wel, omdat je vaak best wel moe bent of zo. Maar het is best wel gelukt om wat ideetjes te maken. En ik ben nu bezig om die dingen te finalizen. Dus voor 2015 heb ik wel wat dingetjes lined up staan. Zowel solo als met meneer Rui Just One daar. En ik heb nog wat met Firebeats liggen. Ik heb nog wat dingetjes met Afro liggen. Dus ja, even vlammen. En ja. Dat belooft weer veel goed. Ja. Nou. Dus dat mogen we gaan verwachten dit nieuwe jaar. Onder andere dus met Firebeats en Afrojack. Nu ben je bij ons in de studio. Yes. En ik vind het lekker om met je bij te praten. Maar ik vind het denk ik nog leuker als je gewoon een setje gaat draaien. Dan? Ja, precies. Ja, doe maar.